Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus: Suriname volgens IMF goed op weg met uitvoering herstelplan. Parlement geeft goedkeuring aan instelling Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness. En CCR voert noodvoorzieningen uit in door wateroverlast getroffen gebieden. Minister Ramdin panelit tijdens Antalya Diplomacy Forum. Minister Matura staat stil bij rol defensie in zaken wateroverlast. En Stichting Hindi Parishad maakt opwachting bij president Santokhi. Suriname is volgens het Internationaal Monetair Fonds goed op weg met de uitvoering van het herstelplan. De economie is gestabiliseerd en er is economische groei op middellange termijn. Zo informeerde president Chandrika Prasad Santokhi de Nationale Assemblée op vrijdag 11 maart 2022. Het staatshoofd deelde de resultaten van de eerste review van het IMF met het parlement. Meneer voorzitter, we zijn geëvalueerd door het IMF-team. En het eerste evaluatieresultaat is namelijk dat we op de goede weg zijn. Het is een zeer positief resultaat geweest voor Suriname, meneer voorzitter. En ik ga een paar van de zaken noemen wat IMF in die review gezegd heeft, meneer de voorzitter. Het IMF heeft bevestigd dat Suriname goed op weg is met de uitvoering van het herstelplan. Dat die economie is gestabiliseerd. Dat de koers stabiel is. Dat er nu sprake is in hun projectie van economische groei op middellang termijn. Waarvan de eerste indicaties al komend jaar zijn. Meneer de voorzitter. De inflatie is onder controle en deze zal verder afnemen. En geprojecteerd naar 2024 zal dat rond 12% zijn, meneer de voorzitter. Onze inflatie is 60%, meneer de voorzitter. Maar we werken naar. Deze zaken zorgen ook namelijk voor die hoge prijzen en de klacht vanuit de samenleving. Meneer voorzitter, dit allemaal, al die projecties van die economische groei, maar ook die aflossing van onze schulden, die allemaal in een IMF-programma uitgewerkt zijn tot en met 2035. Ja, tot en met 2035. Daarin hebben we niet meegenomen, namelijk die inkomsten uit oil en gas. Dus ook daar moeten we rekening houden dat er een enorme boost nog kan komen. Waardoor we die tijdlijn naar 2035 naar voren kunnen trekken. Maar natuurlijk moeten we voor die oil en gas goed beleid en goed bestuur garanderen. En we wachten op die FID voor die oil en gas. Wat wij eerder verwacht hadden, rond maart, april. Nou, inmiddels door de maatschappijen kenbaar gemaakt is dat het naar achteren geschoven is dit jaar. Maar daar hebben we ook een beetje zekerheid hoe het staat met onze oil en gas. Naar alle technische informaties. En op basis daarvan wij als regering samen met Staatsolie en alle andere stakeholders beleid kunnen ontwikkelen. De Nationale Assemblée, DNA, heeft haar goedkeuring gegeven aan de instelling van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness.
Tijdens de vergadering op vrijdag 11 maart 2023 heeft het college met 36 algemene stemmen de ontwerpwet hiertoe goedgekeurd. En uit dit fonds zullen kleinschalige en middelgrote bedrijven in de agrarische sector van kredieten worden voorzien. Gaan we verder met de stemming. Artikel 1 tot en met 6 woord of stemming. Artikel 7 tot en met 12 woord of stemming. Artikel 13 tot en met 18 woord of stemming. Considerans en intitulé woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie stemt voor? ...36 stemmen voorgestemd, zijn er mensen die tegen hebben gestemd? Nee? Dan wordt deze ontwerpwet aangenomen met 36 stemmen voor, 0 tegen, dus met algemene stemmen. Laat mij dan vanuit deze kant de Nationale Assemblée feliciteren, de regering feliciteren, maar vooral de grote samenleving feliciteren, in het bijzonder de agrariërs. Het is een wet geweest die nogal wat discussie met zich heeft meegebracht. Soms heel zakelijk, kracht en hart. Maar onder alle omstandigheden werd het belang van de agrariër onderkend. En dat we allemaal wat dat betreft de neuzen toch één kant gericht zijn geweest. Omdat we allemaal graag zien dat de productie gestimuleerd moet worden. Bedankt, meneer voorzitter. Uiteraard zal ik straks in breder kader en breder perspectief ingaan op deze wet, meneer voorzitter. Maar voor dit moment ga ik de minister van LVV vragen om uw college te bedanken namens de regering. Minister. Dank u wel, minister van LVV. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil ook mijn dank uitbrengen aan de voorzitter en de leden van de commissie van rapporteurs voor de voortreffelijke samenwerking welke we hebben gehad. We hebben een aantal sessies gehad van overleg. En één ding was duidelijk. Ik heb nooit het gevoel gehad dat iemand tegen de agrarische ontwikkeling was. Of tegen deze wet, welke we vandaag hebben aangenomen. En juist waren de woorden van inspiratie uitgesproken van minister Gassoudoor. We hebben een enorme achterstand om in te halen. En er zijn meerdere wetten ingediend reeds hier in het parlement. En wij hopen dat wij gauw over zullen gaan om ook die wetten te behandelen. Voorzitter, ook mijn dank aan alle DNA-leden. Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, voert momenteel noodvoorzieningen uit in het binnenland. Vanwege de aanhoudende regen zijn enkele gebieden in dit deel van Suriname ondergelopen, doordat rivieren buiten hun oever zijn getreden. Het gaat voornamelijk om de gebieden Pamaka, Matawai en Tapanahoni. De communicatiedienst Suriname sprak NCCR-coördinator Jerry Slijngaard. Hij zegt dat de bewoners zich hebben verplaatst naar hoger gelegen gebieden. Voor een deel is dat in de buurt van hun dorp of een plek die minder getroffen is. Bij wateroverlast is drinkwater een van de belangrijkste zaken waarin moet worden voorzien. Het NCCR is in het Matawai-gebied begonnen noodvoorzieningen te bieden in de vorm van noodhulppakketten. Binnen dit gebied zijn ongeveer 14 dorpen voorzien van het hoognodige. De noodhulppakketten bevatten onder andere drinkwater, voedsel, kaarsen en dekzeilen. Het NCCR probeert de getroffen gebieden zoveel als mogelijk van dienst te zijn. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is op zaterdag 12 maart panellid geweest tijdens de tweede editie van de Antalya Diplomacy Forum. Dit is een high-level meeting van professionals in de diplomatie. Het panel boog zich over het evalueren van nieuwe beleidsrichtingen na COVID-19. Yes, I'm happy you're speaking about the Caribbean as well, Latin America and the Caribbean. By coincidence, for those who do not know, South Suriname belongs to
South America and the Caribbean, so we are in an ideal situation to understand the dynamics in both regions. In terms of the impact of the crisis in Eastern Europe, I think we have to make a distinction between on the short term, now, in the coming weeks, and that's the supply of oil, that's the supply of wheat and other kinds of foodstuff, and that will be felt in terms of prices, in terms of the quantities of supply, but also in terms of the politics behind all of this, the geopolitics. I'll come back to that. The second level of impact will be a little bit on the longer term when seasons are being threatened in towards the future. So this impact may not stop when the conflict has stopped, but may have even longer complexities and impact, because the supply of wheat may still be disturbed over a couple of months if this conflict would stop now. And no signs that that will happen. So that's the first point. I think we all, certainly the smaller economies in the Caribbean, which have already been tested because of COVID-19, and we have seen, and I say this with regret, we have seen with COVID-19 that international solidarity did not mean much at the beginning. Smaller countries were left alone. And I'm afraid that with this new circumstance, the supply lines of oil and gas and wheat will also find their ways to countries which have more resources and more power to purchase. So we have to be careful that we don't leave countries behind, certainly not in the Caribbean. But I think there is a larger component here. I think the Western Hemisphere, Latin America and the Caribbean, and of course Mexico, Canada and the United States including, has been a zone of peace. And I think we should maintain that concept, that objective forever. We see what the consequences can be when peace is disturbed. So we need to invest in this concept much more, much stronger. We need to make sure that there is an agenda for inter-American cooperation. And you mentioned diversity and different levels of development. Of course, that's a given. That's all over the place. But based on that reality, we need to develop an agenda where countries can come together, can talk, can resolve issues, but never get to a point of conflict of such a nature. I think that would be really a very bad signal, not only for the people of the Americas, but also for the world. Voor het ministerie van Defensie is het zorgdragen voor veiligheid van voornaam belang. Er wordt geprobeerd crisissituaties te voorkomen of te beperken. Minister Krishnakumari Mathura van Defensie is tijdens een persconferentie op maandag 14 maart 2022 blijven stilstaan bij de rol van het departement in zaken de wateroverlast in het binnenland. Laat me dit beginnen vandaag met dat zorg voor veiligheid heel belangrijk is en dat is waaraan Defensie meewerkt. We willen voorkomen, maar we willen ook zorgen dat wanneer het niet voorkomen wordt, dat het beperkt wordt, crisissituaties, dreigingen, ongevallen, rampen en een adequate bestrijding daarvan. Daar staan we voor. U merkt dat de afgelopen periode heel veel heeft geregend en dat de situatie in diverse delen van het land heel erg nijpend zijn. Wat er binnen de regering is, dat er een onderraad is voor krampen en crisis. Het geheel wordt gecoördineerd door NCCR. Wat zij moeten zorgen is natuurlijk de situatie in beeld brengen, de noodsituaties en de hulp die dan georganiseerd moet worden. En wat wij als Defensie doen is helpen bij het in beeld brengen van de crisis, maar ook zoveel mogelijk personeel, logistiek ter beschikking stellen om te ondersteunen. Om die hulp daar te laten komen waar het noodzakelijk is. Verder hebben we in de afgelopen periode gewerkt aan alle facetten van onze defensieorganisatie. En u wordt ook regelmatig geïnformeerd door onze voorlichting. Het is niet dat we alles
Ja, dat we wachten en dat we alles houden voor deze persconferentie. En natuurlijk, we hebben de inspecteur-generaal der krijgsmachten, een functie die in de afgelopen periode jaren niet was ingevuld. We hebben het bemenst en het is goed om te weten wat die functie inhoudt, wat men in de afgelopen periode heeft gedaan. De Stichting Hindi Parishad heeft op vrijdag 11 maart 2022 een kennismakingsbezoek gebracht aan president Chandrika Prasad Santokhi. Bij deze gelegenheid heeft de organisatie knelpunten van het dagelijks leven onder de aandacht gebracht van de president. Voorzitter Satyanand Pramsukh spreekt van een moeilijke periode voor stichtingen en organisaties. Het was meer een kennismaking. En natuurlijk hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt van de knelpunten die we in het dagelijks leven ervaren. Het is een hele moeilijke tijd voor stichtingen en organisaties. En die punten hebben we dan onder de aandacht van de president gebracht. Ja. Wat zijn de punten? Punten hoe we hebben gevraagd naar of we uitleenkracht te kunnen krijgen. We hebben gevraagd naar wat we, onze wens is om een Hindi-leerstoel op de universiteit te hebben. De president heeft daar onze stukken gevraagd en we gaan kijken wat we kunnen doen. En een ander punt was, we kunnen niet grote activiteiten doen. Dus, maar dat kan de president daar niks doen, het is de pandemie. Dus die dingen hebben we een beetje naar voren gebracht. Ja. Waarom vinden jullie het belangrijk om ook op de universiteit deze taal in te voeren? Hindi is de vierde wereldtaal. En als ik het goed heb, is het op in de hele wereld op 151 universiteiten. Waarom zou Suriname niet daarvan profiteren? Het is de vierde wereldtaal, op weg naar de derde wereldtaal. Dus het zou heel handig zijn als we ook in Suriname zo ver waren. En kunt u een beetje meer vertellen over de stichting, wie jullie zijn en wat jullie doen? Ja, de stichting bestaat dit jaar 45 jaar, is een van de oudste organisaties onder de Hindustanen. We promoten Sanami en Hindi. En we maken elk jaar examen in 6 niveaus. We hebben ongeveer 60 tot 80 scholen. Soms zijn die allemaal actief. We hebben 150 Hindi-docenten die vrijwillig, alles gebeurt vrijwillig, lesgeven. In de normale, voor de pandemie, hadden we 600 tot 700 kandidaten die examen maakten in 6 niveaus. 1 keer in het jaar. Is dat landelijk? Ja, landelijk. We hebben, het wordt een uniforme examen. We hebben van Nikeri tot Albina. Niet elk district heeft Hindi scholen, want niet elk district heeft belangstelling voor dingen. Zeker 5 districten heb je Hindi scholen die heel actief zijn. En we zijn nu bezig om weer op het oude niveau te komen. Die 2 jaren hebben we ook niet stilgezeten. We hebben online lessen verzorgd. En we zijn dus gewoon op niveau gebleven. We gaan nu, nu de regels een beetje versoepeld zijn, gaan we naar de scholen toe om die mensen te bewegen om weer fysiek lessen te geven. Heel wat van die scholen zijn al begonnen. Sommigen hebben een push nodig, dus wij gaan met schoolbezoeken nu dat ding weer activeren. En dit was het weer voor wat betreft Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.